examentraining van HAVO, Sluis van Venkel, onderdeel van het examen 2016, tweede tijdvak. De Sluis van Venkel, eerst weer eventjes alles gewoon doorlezen. Ja, kijk even vast wat de eigenschappen, de gegevens zijn. En dan heb je, hoop ik, gezien dat hier sprake is van VT-diagram. En als je een VT-diagram ziet, weet wat je eruit moet halen, namelijk oppervlak geeft afgelegde weg en de helling of steilheid geeft de versnelling. Gevraagd wordt, bepaal met de bovenste figuur, die zien we zo meteen wel, op de uitwerkbijlage hoeveel minuten het passeren van de sluis op de heenreis duurt. Dus, ja, dit wordt gevraagd en de uitwerkbijlage staat dit figuur gegeven, het VT-diagram. Nou, kijk weer eventjes naar de vraag. Ja, dit was gegeven. En belangrijk is dat er staat dat in de sluis het schip stil ligt. Dus, in het VT-diagram zie je dat het dan om die tijdsperiode gaat. Oftewel, wanneer ligt die stil? Nou, tussen de 0,28 en 0,12, dus 0,16 uur. Oftewel 9,6 minuten, want het moest in minuten worden gegeven. De punten, aflezen van tijdsduur en completeren van een bepaling. En dat laatste is natuurlijk vooral vanwege die minuten. We gaan verder en vervolgens wordt gevraagd. Hier staat hij al. Bepaal met de onderste figuur op de uitwerkbijlage. Komt zo meteen natuurlijk wel weer op het scherm. De afstand tussen Buissen en Cochem. Nou, en de afstand, dat weten we. Dat is de oppervlak onder het diagram, onder het VT-diagram. Dus daar gaan we gebruik van maken. Ja, hier hebben we dat figuur. En de oppervlak is die en die natuurlijk. Het totaaloppervlak moet je doen. Die reken je uit, je telt het op en je krijgt als antwoord een 10,5 kilometer. Let op, twee significante cijfers staat er. En als er in de vraag staat van geef je antwoord in twee significante cijfers, dan mag je er niet één naast zetten. Dus twee significante cijfers, 10,49, dat wordt dus dan 10 kilometer, correct afgerond naar beneden. De punten weer, hoe kun je ze halen? Nou, in ieder geval dat je laat weten dat je het oppervlak moet gebruiken, dus dat is meteen al één punt. Aflezen van snelheid, dat is dus die bovenste marge, die bovenste waarde. En tenslotte alle rekenpartijen, inclusief de juiste significante cijfers. We gaan weer verder. En het verder is, ja, weer even lezen. Ja, natuurlijk, er stroomt water. En dat blijft gelijk de hoeveelheid. En gevraagd wordt, hoe groot is de snelheid van de waterstroom in die rivier. Wel, nou, eerst even de twee VT-diagrammen weer. Links een snelheid van 14,2 en rechts lager 11,4. En dat komt dus omdat de linkerkant het water meehelpt en rechts werkt juist tegen. Dus die 14,2 km per uur, dat is de snelheid van het schip plus het water. En 11,4 is het snelheid van het schip min het water. Je kunt je voorstellen dus dat je 14,2 en 11,4 hebt en het schip zit er precies in het midden, plus is 14,2 en min is 11,4. Kortom, je kunt zien dat omdat het in het midden zit, moet dus de snelheid van het schip 12,8 zijn en de snelheid van het water moet dus dan zijn 1,4. Hoe kun je hier de punten krijgen? Wel, ze hebben het iets anders gedaan. Bepaal van snelheid van het schip heen en terugreis. Ja, dat is dus die 12,8 en inzicht dus dat je omhoog of naar beneden op die 14,2 of 11,4 komt en tenslotte het completeren van alles verder. Wel, hier is weer een nieuw stukje tekst. Lees even door, kijk even van, hey, wat zijn de gegevens eigenlijk die hierin staan? Ja, neem even de tijd en dan zul je zien dat hij neemt met 7 meter toe de waterhoogte en gegeven is een HT-diagram. En HT-diagram, dan moet je meteen denken van, hey, de helling of steilheid van een HT-diagram, dat is eigenlijk de snelheid. En
gevraagd werd hier, bepaald met behulp van een figuur op de uitwerkbijlaag, dus dat HT-diagram, de maximale snelheid van het water. Nou, dit staat in de bijlage. En hoe bepaal je nou de maximale snelheid? Dat doe je dus dan door het maximale steilheid van het diagram te doen. Dus je tekent een raaklijn op het steilste gedeelte van de grafiek. Je maakt een keurige driehoek. Maak die driehoek zo groot mogelijk. En dan krijg je dus aan de ene kant delta H. En aan de andere kant delta T. En de snelheid is afstand gedeelte tijd, hoogte gedeelte tijd. Oftewel 10 gedeeld door 85. En je komt op 0,12 meter per seconde. En de punten heb je weer verdiend. En dat doe je op de volgende manier. Nou, eerst het gebruik van een raaklijn. Heb je al 1 punt. Daarna delta H en delta T eventjes goed aangeven. En tenslotte alles wat er weer bij hoort. Next. De sluisdeuren. Ja, kijk eerst eventjes alles weer even goed na. Even doorlezen. Ja, ik hou me even stil. Nou ja, ik ga wel door, maar je moet even op pauze drukken. En gevraagd wordt hier. In welk diagram is het moment, en het moment he, staat er zelfs achter, is F keer R. En wanneer wordt het juist weergegeven? Grafiek A, grafiek B, C of D? Nou, dan kijken we eerst eventjes naar de deuren. Ja, ik heb een beetje vergroot gedaan. En het moment is gelijk aan, ik hoop dat je dat nog weet, moment is F maal R. Nou, die F in beide situaties, die is constant, die blijft constant. En de R, de arm, dat is dus de afstand van de kracht tot aan het draaipunt. Je ziet dat bij de 1, ja, daarboven, ja, je ziet dus hier, ja, daar. Ja, daar is de arm. En bij de ander, ja, het is nauwelijks te zien, want het is maar klein, die is daar. Oftewel, hier is de arm een stuk kleiner. En de arm wordt kleiner, oftewel, het moment moet ook kleiner worden. En dan blijft er maar 1 diagram over, namelijk diagram C. Was niet zo'n moeilijke vraag blijkbaar. Je kreeg maar 1 punt voor als je aangaf dat het C was. Verder, lees eerst eventjes goed wat er allemaal staat. En de gegevens natuurlijk weer eventjes arceren of apart opschrijven. Hoogteverschil 7 meter, moet je bekend voorkomen. Als er 400 kuub water per seconde door de stuw gaat, 400 kuub, moet je eigenlijk meteen omrekenen naar of liters of naar kilogrammen. Ja, dan per seconde, hey, dat heeft iets met blijkbaar vermogen te maken, hè, vermogen, energie per seconde. En kijk, daar heb je al vermogen. Hè, levert de stuw zijn maximaal vermogen van 16,4 megawatt. Mega 10 tot de macht 6. En gevraagd wordt, bereken het rendement van de energieomzetting. Dus het water stroomt naar beneden toe en het levert 16,4 megawatt. En hoeveel is het rendement? Oké, eventjes alles op een rijtje. Hoogteverschil 7 meter. Volume 400 kuub. Wat ik zei, meteen omrekenen naar kilogram. 400 kuub, 1 kuub is 1000 liter. Dus 400 kuub is 400 keer 10 tot de macht 3 keer 1000 kilogram. Want 1 liter water is bij benadering 1 kilogram. Vermogen is 16,4 megawatt. En dat is dus 16,4 mega is 10 tot de macht 6. En watt is eigen joules per seconde. Oké, de eerste twee. Delta H en V, en eigenlijk dus M, daar kun je energie uithalen. Nou, de energie van het water is de zwaartenergie. En zwaartenergie, nou staat er al, is M keer G keer delta H. Oftewel, invullen en je krijgt dat de energie, en het is nog steeds dus per seconde, hè, want er gaat zoveel per seconde doorheen, is 2,74 keer 10 tot de macht 7 joules. Zoveel energie is er in het water. En geleverd wordt zoveel energie. En zie je dus inderdaad dat het dit hier is minder. En het rendement is dus, ja,
rendement is het nuttig vermogen gedeeld door het totaalvermogen. Oftewel, die 2,74 gedeeld door die 6,4 natuurlijk wel keer 10 tot de macht nog wat. En dan kom je op 60% uit. De punten, nou, hier staat het al. He, gebruik van de zwaarte-energie per seconde. Maar per seconde is in feite gewoon de zwaarte-energie natuurlijk, want de seconde is 1. Gebruik van M is er ook in V. Dat is dus eigenlijk dat je hebt gezegd van, hey, 1 liter water is 1 kilogram. Gebruik van rendement. He, daarboven het elektrisch vermogen en daaronder het totaalvermogen. En tenslotte het completeren ervan. En dit was weer deze hele opgave. Tot ziens, tot horens.